Goedemiddag, uh, welkom bij de webinar Kinderarmoede en Gezondheid. Heel fijn dat u met ons meedoet, meekijkt. Uh, het feit dat ruim 400 mensen zich hebben aangemeld voor deze webinar betekent, wat mij betreft, uh, dat het een thema is wat de moeite waard is om met elkaar te bespreken. Mijn naam is Hans Christianse. ik ben werkzaam bij Alles is Gezondheid en mag vanmiddag uw gastheer zijn. Graag wil ik u wat meer vertellen over het programma. Uh, maar daarvoor moet ik eerst mijn twee gasten aan u voorstellen. Allereerst is dat uh, Alinda Schepers. Alinda Schepers is ervaringsdeskundige op het gebied van kinderarmoede en sociale uitsluiting. Uh, Alinda, zou jij je eventjes aan de kijkers willen voorstellen? Dat, uh, dat wil ik wel. Um, ik ben uh, Alinda Schepers. Ik ben uh, ervaringsdeskundige in sociale uitsluiting en, en armoede. Um, in het dagelijks leven werk ik uh, met dak- en thuislozen in, in Eindhoven, ook kwetsbare mensen die in armoede leven. Daarnaast ben ik ondernemer en geef ik voorlichting, workshops en informatie aan organisaties over armoede. Dankjewel, merci. En mijn tweede gast die straks van alles gaat vertellen over de geweldige wijkaanpak is Karin Kuipers. Zij is gezondheidswetenschapper, weet veel van het thema armoede... Um, Karin, zou jij ook even aan de, aan de kijkers willen voorstellen? Zeker, dat wil ik. Um, ja, ik ben uh, um, oprichter van de Geluksbuffet en uh, ondernemer, sociaal ondernemer. En onze missie is dat wij willen werken aan het uh, Bruto Nationaal Geluk. En dat wil zoveel zeggen als dat we uh, projecten ontwikkelen die dienstbaar zijn aan de gezondheid en het geluk van mensen. En een van de projecten is inderdaad de Geweldige Wijk en daar zal ik jullie straks uh, wat meer over vertellen. Nou, we gaan een heel leuk uur hopelijk tegemoet uh, met u uh, en uw deelname is, is gewenst, zeker ook als het gaat om vragen die u kunt stellen. U kunt een hele uur kunt u vragen stellen aan uh, ofwel aan Karin ofwel aan Alinda en uh, wij zullen proberen uh, uit die vragen ook de juiste mooie vragen te, te, te halen en daar de juiste antwoorden op te geven. Uh, graag wil ik u ook uitnodigen om mee te doen met de poll. Er zullen twee keer zal er een uh, vraag worden voorgelegd en we hopen dat u meedoet ook om een antwoord te formuleren bij die vraag. En aan het eind van het uurtje wil ik u graag iets vertellen over de alliantie Kinderarmoede en gezondheid in oprichting. Uh, dat is een alliantie uh, die we net gestart zijn en daar ga ik u aan het eind dus meer over vertellen. Wat is eigenlijk het probleem als we het hebben over kinderarmoede? Nou, ongetwijfeld de mensen die met ons meekijken, uh, die weten dat. Dat één op de acht, één op de negen kinderen leeft in een gezin waar sprake is van armoede. En waar hebben we het dan over? Dat zijn gezinnen waar weinig of uh, geld is voor uh, gezonde voeding, voor onderdak, uh, voor kleding. En niet alleen geld is het probleem, juist ook die andere zaken, zoals sociale uitsluiting. of het feit dat een kind niet direct veilig thuis is. Er is ook sprake vaak van een taboe. We zullen daar straks ook met Karin en Linda verder over spreken. Zelf ben ik jarenlang directeur geweest, eh, met name op achterstandsscholen. En ik kan me herinneren dat we het met de leerkrachten hadden, vaak ook over deze kinderen en wat zij nodig hadden. En toch, pas vorig jaar, voor het eerst. Is het echt bij me binnengekomen? Ik organiseerde samen met een aantal andere partners. een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen. Dus mensen die vroeger in kinderarmoede hebben geleefd. En zij vertelden hun verhalen. En toen pas had ik door wat de impact is van die armoede. op kinderen en op latere leeftijd ook op mensen die volwassen zijn geworden. Juist deze mensen waren mensen bij van 60, 70 jaar. die vertelden dat ze nog dagelijks dachten aan die periode thuis. Um, in 2017 was het een jaar van de rapporten. Misschien herinnert u zich het rapport van de SER. Mariette Hamer, die kwam met een rapport over armoede. Maar ook de Kinderombudsman kwam met een rapport. En 2018 was precies dat jaar waarop er ook weer allerlei antwoorden, reacties kwamen op die rapporten. Er werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd en ook onderzoeken vonden plaats. Onder andere, en uh, u ziet hier uh, voor u ook uh, een, een onderzoek onder een aantal leerkrachten die in, in, in opdracht van ABN AMRO Foundation is uitgevoerd. En daarin blijkt dat 55% van de leerkrachten schat de omvang van armoede onjuist in of weet het eigenlijk niet. En 71% van de leerkrachten geeft aan dat ze eigenlijk niet weten hoe ze kinderarmoede moeten uh, signaleren. Nou, volgens mij zijn dat zorgelijke aspecten. In uh, mei van dit jaar, op de 24e, hebben we met een aantal partijen een uh, expertmeeting kinderarmoede georganiseerd. De Hans Hogeschool was daarbij, uh, samen met Alles Gezondheid. Daar waren lectoren bij, de kinderombudsvrouw. Um, er waren ook ervaringsdeskundigen bij, er waren mensen vanuit de praktijk. Onderwijzers, docenten, directeuren. En met elkaar hebben we gezocht naar oplossingen. Maar ook thema's die we zouden moeten duiden. En ik kan me nog heel goed herinneren dat er één deelnemer was die een belangrijke uitspraak deed. En op de visual ziet u hem ongeveer uh, halverwege bovenaan. Ziet u de uitspraak staan. En dat was iemand die zei, waarom is kinderarmoede nog geen maatschappelijke gewetensvraag? En volgens mij is dat een uh, absoluut. Uh, Iets waarbij we ons ook de vraag mogen stellen: waarom accepteren we nog steeds in Nederland dat er kinderen zijn die in armoede opgroeien? Die ervaringsdeskundigen waren heel essentieel en belangrijk, en die vertelden ons ook een aantal zaken. Allereerst de relatie tussen kinderarmoede en de sociale gevolgen. Ze vertelden over de honger naar liefde, maar ook het gevoel van schuld dat kinderen zich dus ook schuldig voelden over de situatie thuis. Uh, er was een van de ervaringsdeskundigen die zei van. Uh, er waren nauwelijks leuke dingen die we samen deden als gezin. Was er maar eens een keer een weekendje geweest dat we er samen op uit hadden gekund? Wat had ons dat geholpen, ook uh, in de relatie met vader en moeder? Er waren ook ervaringsdeskundigen die de nadruk legden op de relatie kinderarmoede en gezondheid. Want wat betekent dat om elke dag met spanning en stress te leven? ervaringsdeskundigen die vertelden dat ze als kind thuis kwamen en dan de spanning thuis voelden van papa en mama en dan maar naar boven op de kamer gingen zitten, uh, zorgde ook voor buikpijn en, en hoofdpijn, uh, betekende dat die stress ook nadrukkelijk impact had op het leven van deze kinderen. Nou, slechte voeding staat daarbij. Daar komen we later nog weer eventjes uh, op terug. Ik wil met u gaan naar een pol, de eerste pol. En um, als het goed is, krijgt u die ook daadwerkelijk in beeld. En de eerste vraag die ik u ga stellen: in hoeverre heeft u in uw werk te maken met kinderarmoede? En er zijn drie categorieën. U kunt zeggen zeer vaak, u kunt zeggen af en toe, of u heeft zelden te maken met kinderarmoede in uw werk. Ik ben benieuwd naar de eerste antwoorden die binnenkomen. Maar daarvoor ga ik ook eventjes naar een lezersvraag die uh, al is gesteld naar aanleiding van de eerste paar minuten. Dat is mooi. En de eerste lezersvraag die duidt uh, of die zegt uh, als volgt: worden er in Nederland al veel ervaringsdeskundigen op plekken ingezet? Nogmaals, worden er in Nederland al veel ervaringsdeskundigen op plekken ingezet? Ik ga dat aan Alinda vragen. Die is ervaringsdeskundige. Kun je aangeven of die in Nederland ook daadwerkelijk een, een, een betaalde plek krijgen... of een plek krijgen waar ze hun kennis en kunnen kunnen delen? Uh, ja, er zijn uh, in Nederland arbeidsplekken voor ervaringskundigen. Je merkt wel uh, dat er meer plekken zijn in het noorden van het land... dus boven de rivieren als, als daaronder. Dus in het noorden van het land wordt daar meer mee gedaan uh, als, uh, als onder rivieren. En dat uh, is ook nog wel een onderscheid tussen ervaringskundigen... Uh, in, in armoede, sociale uitsluiting en ervaringskundigen die werken met verslaving en dergelijke. Okay. Dus dat is wel een groot verschil. Okay. Ja. Ja. Ik heb zelf ook gehoord, uh, met name in het noorden van Nederland, dat er uh, veel mensen worden opgeleid, maar dat om ze uiteindelijk tot een, naar een betaalde baan toe te brengen, dat dat nog een hele lastig is. is. Volgens mij wel een ambitie die we met elkaar zouden moeten hebben om die mensen ook daadwerkelijk aan een betaalde baan te helpen. Uh, ik kijk even naar uh, de poll die is uitgezet. De antwoorden komen binnen. Eens um, even kijken. De hoogste percentage is mensen die af en toe uh, met kinderarmoede te maken hebben, 55%. Uh, 33% zegt zeer vaak krijg ik ermee te maken. En 12% zegt zelden krijgen we te maken met uh, kinderarmoede. Nou, dan ga ik toch naar iemand die wel heel vaak uh, te maken krijgt met. Uh, kinderarmoede, maar sowieso met armoede. En die het ook vanuit uh, de praktijk thuis heeft meegemaakt. Uh, ik ga met Alinda in gesprek. Alinda, uh, de eerste vraag aan jou. Uh, als ervaringsdeskundige, als kind ben je in armoede opgegroeid. Zou je iets over die, die thuissituatie aan de uh, kijkers kunnen vertellen? Wat, hoe zag dat eruit en wat maakte je mee? Ja. Um, mijn ouders hebben altijd heel hard gewerkt. Nu nog. En um, vroeger hadden zij een, een tegelzettersbedrijf. Met, met veel personeel en alles op en eraan en uh, nou, mijn ouders zijn failliet geraakt uh, dus uh, dat moest stoppen en toen kregen wij te maken met armoede. Ja. En wat, wat betekende dat? Uh, je, je kreeg te maken met armoede. Wat gebeurde er dan in het gezin? Zou je daar iets over kunnen vertellen? Um, als kind uh, merk je de spanningen die er zijn uh, binnen het huis. Ook al weet je dat misschien. Ik was toen nog jong. Uh, je weet nog niet zo goed wat er precies allemaal gebeurt. Maar het is, het is wel een totaal andere situatie... Als, als de dag daarvoor, zeg maar, dat, dat, dat het nieuws binnenkomt. Um, in mijn geval betekende dat, dat de meubels die in huis stonden... omgeruild werden voor andere meubels die, de, die er niet zo mooi uitzagen. Ook omdat uh, mijn ouders toen te maken kregen met deurwaarders. Oké. Okay. Ja. En dat moet voor jou als kind ook, hè? als er deurwaarders aan de deur komen... dat stuk mm -hmm. vertrouwen wat er is binnen het gezin... Uh, voor de kinderen, dat wordt ook geschaad. Dat ze vertrouwen. Uh, kun je herinneren dat dat met name ook, ook pijn deed? Het is dus een onveilige situatie als kind. zijn. Ja, als je merkt dat er, dat er zoveel gaat veranderen binnen het gezin. Ja. doet dat wel iets met je als kind. Ja. 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 Nou. Uh, eigenlijk uh, er zijn dat allerlei professionals, uh, met name de mensen op school waar je mee te maken krijgt. Hè? Als eerste als je de basisschool binnenkomt of de kleuterschool. Is het zo dat mensen binnen de school ook uh, gemerkt hebben dat jij uh, in een gezin leefde waar, waar sprake was van armoede? Uh, als dat in die tijd al, uh, al naar boven kwam en dat leraren dat, uh, dat aan mij konden zien, dan werd daar niet over gesproken. Okay. Nee. Het was een hele andere tijd zoals, zoals je dat nu ziet, dat er wel over gesproken wordt. Maar er is toch steeds een groot taboe op. En ook uh, als kind vertel je daar niet over in de klas. Nee. nee. Hadden, ze het, hadden ze het wel kunnen weten trouwens? Um, er werd niet over gesproken van huis uit. Er is natuurlijk een schaamtegevoel wat er op, op ja. armoede rust, dus er wordt niet over gepraat. En... Um, als de leraren dat er mij gevraagd zouden hebben, zou ik niet weten dat ik daar echt antwoord op zou hebben gegeven. Nee, maar waren er misschien wel signalen waar ze, als ze daarop gelet hadden, dat ze het misschien hm. toch uh, hadden kunnen weten? Ik denk dat ze uh, wel vragen hadden kunnen stellen. Waarom dat ik me altijd afsloot van de rest van de groep. of niet zo goed mee kon met de andere kinderen in de klas. en dat ik altijd een Eindganger ben geweest. Ja. ja, ja. En als je dan terugkijkt op uh, de situatie, dat is jaren geleden. Uh, wat doet dat nou eigenlijk als je. Hè, we hebben het over kinderarmoede en gezondheid. Wat doet dat met je gezondheid als kind in zo'n situatie? Uh, kinderen die in, uh, uit gezinnen komen met, uh, met de armoede. merken dat kinderen vaak hoofdpijnklachten hebben of concentratiestoornissen. En waar er ook vooral niet echt bij horen. Zich sociaal uitgesloten voelen. En, uh, slecht voedsel. Dat heb ik uh, als kind niet gehad. Uh, die ruimte was er thuis wel. Uh, maar ik denk dat echt de, de, de effecten van de gezondheid overleven en armoede net dan pas op latere leeftijd uh, echt zichtbaar wordt bij mensen. Ja, 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 ja. En als je nou kijkt naar die periode, wie of wat had voor jou nou het uh, verschil gemaakt in, in die periode als kind? Um, ik denk uh, persoonlijk dat het een groot verschil was, uh, uh, was geweest als er uh, uh, meer gesproken werd over het thema armoede uh, op school. He, op, op armoede heerst nog steeds een groot taboe. Er wordt niet over gesproken. Mensen schamen zich daarvoor, kinderen ook. Mm -hmm. Dus er wordt niet over gesproken. En ik denk hoe meer dat daarover gesproken wordt op school met de leerlingen, hoe makkelijker dat het gaat. Ja, ja. Nou, daar zou die ervaringsdeskundige natuurlijk een hulp bij kunnen bieden. Hè? Als je ja. op scholen ervaringsdeskundigen als een soort brugfunctionaris inzet, zodat ze ook het gesprek met kinderen kunnen voeren. Omdat ze weten waar het over gaat, zou dat misschien ook een stuk, uh, stuk helpen of zou een stuk makkelijker zijn. Ja, ja. Um, als ik nou kijk naar uh, de situatie daarna, want uh, nou, uh, alleen en ik kennen elkaar, dus ik, ik ken ook de situatie daarna. Uh, je hebt verteld dat je ook uh, als alleenstaande moeder ook weer in armoede bent geraakt. Zou je daar kort iets over kunnen vertellen, wat dat voor jou als moeder betekende? Ja, um, ik ben aan mijn echtscheiding ben ik, uh, ziek geworden, toen kwam ik zonder werk te zitten en toen kwam ik uh, in een armoedeval terecht. En uh, dat is een periode van bijna tien jaar geweest, uh, dat het geduurd heeft uh, samen met twee kinderen. Ik had twee kinderen, nog van een hele jonge leeftijd. En um, ja, dat heeft zeker zijn effecten gehad uh, op, op mij en de kinderen en hm. binnen het gezin. Ja, uh, als je nou terugkijkt en het misschien met de kinderen er ook nog wel weer over hebt over die periode. Wat zijn dan dingen die bij hen naar boven komen, dat ze zeggen van, hé, hey, dat hebben we gemist. Of daar kijken we nu uh, op een andere manier naar? Uh, wat kinderen hebben gemist uh, is, is een stukje aandacht, wat ze voor mij niet, uh, tenminste na, naar mijn inzicht niet voldoende kregen. Ik, ik leefde vooral in mijn eigen wereldje, hè, het gevecht iedere dag van hoe kom je rond met een paar euro en hoe verzorg je daar je kinderen van en kan je er ook nog eten van halen. Dus dat was iets wat mij uh, eigenlijk altijd bezig hield en daardoor heb je minder, uh, uh, minder tijd en minder aandacht uh, voor je kinderen. Ja, ja. ja, er zijn te veel problemen om je heen om je ook echt, uh, echt voor de holle, volle 100% op die kinderen te richten. Uh, jij gaf wel eens aan van rond betaaldag, hè, als, uh, als, als mijn salaris binnenkomt, dan ben ik daar toch altijd een beetje zenuwachtig over. Vertel eens, wat, wat, hoe, hoe komt dat? Uh, dat heeft te maken met, uh, met de schulden die ik uh, ja. in het verleden gehad heb. En uh, maar ook het, uh, het rondkomen van een uitkering. Uh, hoe, hoe betaal je vaste lasten? Hoe ga je daarmee om? Hm. En uh, ik ben nog even de vraag kwijt. Sorry, Hans. Nou ja, dat, dat je, als je, als je uh, rond betaald dacht, dat je ja. dan ineens toch wel een beetje zenuwachtig wordt. Ja, dat, uh, dat geeft me behoorlijk wat spanning. Ja, nu niet meer zo zoals vroeger natuurlijk, want ik leef niet meer in armoede. Ja. Maar uh, het, het me soms nog wel zorgen of dat ik mijn vaste last wel kan betalen, hoewel dat eigenlijk tegenwoordig heel goed gaat. Oké, okay, ja. nou super fijn. Okay. Uh, Voordat, want ik, ik zie verschillende vragen zie ik uh, binnenkomen. heel fijn, dank u wel dat u, dat u meedoet. Maar ik ga toch eerst even de eerste, uh, eerst de pol nog weer even aan u voorleggen. Uh, de volgende pol en dat is, die komt nu bij u in beeld. De aanpak van kinderarmoede uh, in Nederland schiet momenteel tekort. Uh, bent u het daarmee eens? Absoluut. Het is zorgwekkend. A. B. We doen wat we kunnen. Nou, we doen ons best. En C. Er, voldoen, uh, er gebeurt voldoende. Dus we doen genoeg. Uh, wat vindt u daarvan? Laat even weten uh, wat u van de, uh, deze stelling vindt en uh, geef, uh, laat uw stem horen. Dan ga ik eventjes kijken naar de vragen die binnenkomen. En dat zijn er nogal wat. Ik ga, het, ik ga er gewoon even twee uh, uitpakken. Uh, nou, ik vind een hele bijzonder. Ga ik toch eventjes misschien eerst maar eens aan Alinda vragen. Wat is het effect van armoede op het nog niet geboren kind, dus in zwangerschap? Kan het programma Gelijke Start hieraan een bijdrage leveren? Nou, eerst maar eens die eerste vraag. Uh, wat denk je van het effect van uh, armoede op een niet geboren kind? Het um, is wel een hele mooie vraag. Um, armoede brengt een hoop stress en spanning met zich mee. En. Um... Ik weet natuurlijk niet wat, wat daar de cijfers of de uitkomsten van zijn, hoe dat is met als het kind geboren wordt. Maar ik, uh, ik, ik denk wel dat de spanning en de stress. dat, uh, ja, dat heeft in elk geval geen goede invloed. Nee, uh, nee, nee. nee, nee. Karin? Ja, ik kan het alleen maar onderschrijven. Ik ken niet de wetenschappelijke inzichten nee. op dat gebied. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat allerlei stressoren die in je zwangerschap vermeden moeten worden, omdat ze zeg maar, ja, het ongeboren kind uh, mm -hmm. kunnen schaden, dat dit er ook een van zou kunnen zijn. Ja. Dus, ja. Uh, ja. dus ik vind het inderdaad een goede vraag en iets ja. waar we zeker ja. naar zouden moeten kijken. Ja. Ja. Um, een andere vraag is: veel mensen zeggen dat ze niet gezond dat je niet gezond kunt eten als je in armoede leeft. Maar is dat ook zo? Wie van ik, jullie kan ik daar is, is dat ook zo dat als je in armoede leeft dat je geen geld hebt voor groente en fruit en misschien dat jij daar want jij komt in de praktijk dat natuurlijk ook tegen ja. als straatwerker ja in mijn werk uh, met dak en thuisloos... merk ik ook dat mensen eigenlijk nooit geen fruit eten en die keren dat er wel fruit is die zijn er zelden dus uh, je merkt erin dat mensen vitamines tekort komen maar zeker dat mensen die op straat leven dat zij veel gewicht verliezen omdat er geen uh, voldoende gezonde maaltijden uh, voorhanden zijn. Ja, ja. Ja, ja. Je vertelde net ook uh, even toen we een broodje zaten te eten. dat je in Eindhoven ook als straatwerker merkt. dat er uh, gewoon eigenlijk niet, niet warm gekookt wordt voor mensen. Er is, het, zijn alleen maar, het is alleen maar brood wat er beschikbaar is. Klopt hè? Ja, dat klopt. Uh, binnen de gemeente Eindhoven. en ook binnen andere gemeenten in Nederland. geldt alleen de, de bed, brood en badvoorziening. Uh, en uh, dat houdt in dat mensen recht moeten hebben. op een op bed op de slaapplaats. op een broodmaaltijd. en, uh, en te kunnen douchen. Dus, ja. Ja, ja, ja. Ik, ga nog, uh, ik zie dat, uh, dat het kan qua tijd, dus ik ga nog <laughs> één vraag eruit pakken. Um, wat is te adviseren aan kinderen die zich verantwoordelijk voelen om de armoedeproblemen thuis op te lossen? Bijvoorbeeld geld van een bijbaantje afstaan aan ouders. Zo, wat is te adviseren aan kinderen die zich verantwoordelijk voelen? En dan denk ik met name kinderen in het voortgezet onderwijs, binnen het MBO. Uh, wat is te adviseren aan die kinderen? Moeten ze dat doen? Ik vind er nogal een uh, behoorlijk grote verantwoordelijkheid voor kinderen. Maar kijk ook uh, naar Alinda hoe je dat met jouw kinderen zou doen in, in, uh, ja, in het echte leven, om het zo maar eens te zeggen. Ik denk eigenlijk dat kinderen gewoon kind moeten kunnen zijn. En dat kinderen gewoon moeten kunnen genieten van nou ja, wat, er, wat het leven hun brengt. En uh, als je in een situatie uh, geboren wordt waar meer uitdagingen zijn. dan zullen kinderen daar ook natuurlijk uh, uh, wellicht ook weer een steentje aan bijdragen. om te zorgen dat ze dat met, samen met het gezin, met papa en mama redden. Maar om de verantwoordelijkheid echt bij die kinderen te leggen, dat vind ik persoonlijk ver gaan. Maar ja. de wat moeder wat, kan wat dat vind jij daarvan? Want ik, ik weet niet of jouw kinderen ook al. Uh, toen je zelf als alleenstaande moeder in, in armoede geraakt. of jouw kinderen ook een bijdrage moesten leveren. Uh, of financieel. om, om uh, thuis voldoende eten te hebben en kleding, et cetera. Um, in de tijd dat ik in armoede leed, waren mijn kinderen nog te klein. Die mochten okay. toen nog nee. niet werken. Nee. Dus ja, dat, uh, dat hield ja. op. Maar ja. ik denk dat, uh, dat als zij dat wel hadden gekund... dat, dat uh, het, het gezin wel geholpen zou hebben. Want ik, ben, ik ben nu uh, afhankelijk geweest, veel afhankelijk geweest van andere mensen... Uh, die mij aan goed voedsel konden voorzien. En ik denk dat dat uh, voorkomen had kunnen worden. Ook al vind ik het niet goed, dat is wat anders. Mm -hmm. Maar uh, als kinderen een bijbaantje hebben en ze kunnen daar in het gezin enigszins ondersteunen, is dat, is dat wel heel wenselijk. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. Goed, dus een dubbel, dus dubbel. gevoel. Ja, dubbel. Dat, dat, dat snap ik volledig. Ik, ik dacht eigenlijk aan iets jongere kinderen. Maar op het moment dat ze mogen werken... snap ik ook dat je dat ook weer met elkaar deelt... om te zorgen ja. dat je het met z'n allen iets ja. beter hebt. Ja, ja. 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 oké. Okay. Ja. Voordat ik het, uh, het, het stokje ga overdragen aan Karin... die ons iets gaat vertellen over de geweldige wijkaanpak... Uh, toch eventjes naar de pol... Uh, daar was de vraag, de aanpak van kinderarmoede in Nederland schiet momenteel tekort. Dus even naar de aantallen. Nou, uh, 1% zegt er gebeurt voldoende. Dus uh, mensen zijn niet tevreden uh, met datgene wat er gebeurt. We doen wat we kunnen. Is uh, 36% van de mensen het mee eens die uh, hebben gestemd. En 63%, dus dat is een groot aantal, zegt absoluut zorgwekkend. De aanpak schiet dus echt tekort. Uh, Karin, even naar jou. Wat, wat, wat zegt die poll jou? Nou ja, ik kan, ik kan dat eigenlijk wel uh, onderschrijven. Want uh, nou ja, als er nog steeds 1 op de acht, negen kinderen in Nederland in armoede leeft. dan, uh, dan schieten we dus ergens nog met elkaar tekort. Uh, ik denk dat er op heel veel plekken ook wel van alles gebeurt... maar nog misschien kleine initiatieven. En ik denk dat het wel heel belang belangrijk is dat we gaan kijken... in welke strategieën of in welke aanpakken geloven we... en kunnen we krachten bundelen om dat wat meer volume te geven... zodat we ook uh, nou ja, echt in staat zijn om meer mensen te ondersteunen... Hm. en uit deze uh, vervelende situatie ja, te uh, ja, ja. halen. Ja. Ik, ik haal uit jouw verhaal ook dat krachten bundelen... Hè, dat we het ja. samen vooral moeten ja, doen. Ja. Ik ga jou... Uh, dit geven. Jij gaat uh, iets vertellen over de geweldige wijkaanpak. Karin gaat dat uh, verder toelichten. En we komen straks bij u terug met een andere vraag. Ja, inderdaad. Uh, welkom. Uh, de komende tien minuten ga ik u inderdaad meenemen in de aanpak de geweldige wijk. En die is in dat tijd eigenlijk ontstaan vanuit een frustratie... Uh, over het feit dat wij zulke hardnekkige gezondheidsachterstanden hebben in Nederland... Um, ik vertel u waarschijnlijk helemaal niets nieuws als ik zeg dat mensen die leven onder laag sociaal-economische omstandigheden gemiddeld zo'n zeven jaar eerder overlijden en ruim vijftien jaar langer in minder goede gezondheid. Um, en Voor ons was het een ja, soort verbijstering, verwondering over hoe kan dat nu dat we ondanks alle inzet die we daarop plegen uh, er niet in slagen om uiteindelijk de gezondheid van deze mensen te bevorderen. En uh, nou, dat is het vertrekpunt geweest van de Geweldige Wijk. Uh, we hebben geconstateerd in het vooronderzoek dat armoede gezondheid in de weg staat. Uh, de Geweldige Wijk is dan ook een aanpak waarbij we werken aan armoedeverlichting als opmaat naar de gezondheidsbevordering. <tie> het programma is een initiatief van de lectoraat Gezonde Stad van Hogeschool Windesheim en de Geluksbv. En we voeren dat op dit moment uit in Meppel. Uh, in samenwerking met de gemeente en met Welzijn Mensenwerk. En die ontwikkeling wordt gefinancierd door het Fonds Nuts Ora. Uh, het programma De Gezonde Toekomst dichterbij. <coughs> ik zei net al, um, armoede staat gezondheid in de weg. Ik denk dat Alinda dat net ook heel erg goed uh, heeft verteld... vanuit haar eigen ervaring. En Hans het eigenlijk ook al benoemde in zijn cijfers. Maar wij kwamen er eigenlijk achter toen we... Nou, ik denk al zo'n drie jaar geleden het boek Schaars te lezen, waar twee Amerikaanse um, uh, wetenschappers... Uh, goed inzichtelijk maakte hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen. Uh, ze laten daarin heel goed zien wat stress en gevolg van armoede doet met je brein en, en hoe het je uh, stressregulatiesysteem ontregelt. Uh, dat in zo'n situatie mensen eigenlijk een beetje in een soort overleefstand gaan, hè? een tunnelvisie ontwikkelen. Ze zeggen ook mensen hebben niet voldoende geestelijke ruimte, niet voldoende bandbreedte om met iets meer lange termijn zaken aan de slag te gaan. Ja, ook dat werd eigenlijk net heel uh, helder benoemd door Alinda. Die zei ja, ik was eigenlijk alleen maar bezig met een soort van hoe kom ik met deze paar euro de dag door. <tosses> nou ja, we praten hier vandaag over kinderarmoede. En... Uh, het is ook bekend vanuit wetenschappelijk onderzoek dat die stress ten gevolge van armoede ook nog extra effect heeft op het nog in ontwikkeling zijnde kinderbrein. We zien dat ook terug in de hersenarchitectuur van deze kinderen. En we weten dat ze ook minder vermogen tot zelfregulatie hebben. Ook sociaal-emotionele ontwikkeling uh, wordt eigenlijk uh, uh, benadeeld door de, al die stress en die onveiligheid thuis. Waardoor de kinderen vaak ook een soort machteloosheid voelen, een soort aangeleerde hulpeloosheid wordt het ook wel genoemd. Om zich te ontworstelen aan allerlei uh, vervelende situaties. <tiek> nou ja, goed, dat inzicht heeft er wel toe geleid dat we. Sorry, <tiek> even een slokje nemen. Kikker in mijn keel. Dat inzicht heeft er eigenlijk toe geleid dat, dat we dachten: van ja, dan, dan zijn we dus vanuit gezondheidsbevordering eigenlijk steeds aan de verkeerde kant bezig. Want we proberen onze interventies zo goed mogelijk geschikt te maken voor mensen die in armoede leven. Maar eigenlijk moeten we gewoon aan de slag met het, ja, met het verlichten van de stress. En dat is ook het vertrekpunt van, van de Geweldige Wijk. Nou, wij werken in het programma de geweldige wijk ook heel veel samen met ervaringsdeskundigen, eigenlijk helemaal in het proces van strategieontwikkeling, middelenontwikkeling, tot aan nu de implementatie in Meppel, omdat we het heel erg belangrijk vinden dat we iets maken, iets ontwikkelen wat ook echt aansluit bij de behoeften van mensen en de mogelijkheden van mensen. En hier in beeld uh, ziet u Fongor. Uh, Fongor werkt, uh, woont in Meppel en uh, is uh, lid van de klankbordgroep die we met het project geweldige wijk in Meppel hebben opgestart. En ik heb van Vonger geleerd eh, dat armoede, armoede ons eigenlijk allemaal kan overkomen. <coughs> Vonger was ook een ondernemer en heeft eigenlijk tegen, ja, door een aantal opeenvolgende tegenslagen in zijn leven... uiteindelijk ook eh, geweten wat het is om in armoede te, te leven. En hij, eh, in, ik laat u een kort filmfragment zien waarin Vonger zelf vertelt hoe hij dat eh, ervaart. Ik ben Vonger Ploegstra. Ik woon in uh, Imheppel. Uh, ik ben 52 jaar hoe je in de armoede komt is niet een moment van de een op de andere dag, daar, daar glij je in. En afhankelijk van de situatie is dat een langzaam glijden of is dat op dat moment begint die tunnelvisie. Op dat moment ben je alleen maar bezig met uh, hoe kom ik de volgende dag door. Soms is het gewoon heel belangrijk dat je uh, ja gewoon juist in die kleine dingen even geholpen wordt. En als je wat blijer bent, heb je weer wat meer spankracht. Pak je die stijgende einde, wordt je mentale fitheid beter. Word je mentale fitheid beter. Dan kan je ook weer eens kijken van, hé, hey, wat doe ik nou eigenlijk met mijn lichaam? Ja, en eigenlijk zegt Vonker dat wel heel mooi. En dat komt... Um... Ook precies overeen met de drie fases die we onderscheiden in de aanpak De Geweldige Wijk. In fase 1 gaan we echt kijken hoe kunnen we de stress in deze gezinnen verminderen. En hoe kunnen we mensen weer meer regie geven, meer mentale, uh, mentale ruimte, meer geestkracht. Op het moment dat die opwaartse spiraal ontstaat gaan we kijken hoe kunnen we de mentale veerkrachten en de weerbaarheid in deze gezinnen versterken. Om uiteindelijk in die laatste fase vanuit mogelijkheden en vanuit motivatie met gezondheid aan de slag te gaan. Nou, wat we inmiddels in Meppel ontwikkeld hebben, dat gaat over die eerste fase. Dus we hebben gekeken, hoe kunnen we de stress in deze gezinnen verminderen? En ook daar weer hebben we net gehoord, van Alinda onder andere... dat uh, wat zeg maar, in deze gezinnen vaak uh, de, de dagelijkse stressfactoren zijn... zijn eigenlijk allerlei kleinere gebeurtenissen, die uh, relatief kleine gebeurtenissen... Die, uh, die net die druppel zijn die de emmer doen overlopen. Dus in de context van een heleboel grote problemen waar je mee te dealen hebt... Uh, is het bijvoorbeeld... Uh, nou ja, stressvol als je je kind niet een goede voeding kunt geven. Of als je je kind niet een winterjas kunt geven omdat je geen geld hebt om die te betalen. Of als je wasmachine plotseling stuk gaat. terwijl je alleenstaande moeder bent van twee kinderen. en uh, geen geld hebt voor een nieuwe. Dat zijn zeg maar. Uh, Relatief kleine stressvolle gebeurtenis, maar die, 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 vo ja, die komen bovenop al die stress die je al hebt. En dan is dat gewoon heel uh, lastig te hanteren, zeker als je in die overlevingsmodus zit. Nou, het mooie van, uh, van die wat kleinere problemen is wel dat die relatief eenvoudig opgelost kunnen worden. Uh, dus dat betekent dat er vaak op lokaal niveau al allerlei organisaties, initiatieven zijn, maar ook heel veel mensen die bereid zijn om op die, uh, op die problemen te ondersteunen. Dus wat hebben we nu gedaan om te kijken hoe we dat vraag- en aanbod eigenlijk bij elkaar kunnen brengen? In samenspraak met de mensen uit de doelgroep hebben we een app ontwikkeld um, die um, mensen in staat stelt om de vraag te stellen over hun relatief kleine uh, oplosbare problemen. En aan de achterkant in de app verbinden we eigenlijk alle mooie initiatieven die er in een lokale setting al zijn, plus alle buren en alle mensen die in principe hulp willen bieden. En, uh, op die moment wordt eigenlijk door, ja, door, door middel van deze methode wordt eigenlijk al het bestaand aanbod ja, effectiever ontsloten en in reactie op de vraag. Dus in plaats van nu, hè, denken we heel vaak aanbodgericht, eh, maar mensen zitten als het ware in die overlevingsmodus. Dus die hebben eigenlijk helemaal geen tijd om met dat aanbod bezig te zijn. Eh, en nu zorgen we dat de vraag het aanbod stuurt. Nou, wat is daarin belangrijk? Uh, het is in elk geval heel belangrijk dat er persoonlijk contact is. Dus de introductie van het programma en de app gebeurt via een vertrouwensrelatie van het gezin. Dus er is persoonlijk contact en uitleg hoe, hoe de app werkt. En mensen worden ook in eerste instantie geholpen met het stellen van hun eerste vragen. Uh, aan de andere kant wordt uh, zeg maar er ook natuurlijk aan de achterkant door een kwartiermaker alles wat er al is uh, verbonden. En mensen registreren eigenlijk op die manier uh, zelf hun eigen hulp. De partijen die zeg maar aan de achterkant uh, deelnemen, die weten ook dat uh, nou de, hulpverlening die ze, of de, de hulp die ze gaan bieden, dat dat altijd ook in eerste instantie via een persoonlijk contact gaat. Dus het is niet de bedoeling dat er een link komt naar een netwerk of een formulier of een, of een website, maar dat je echt uh, uh, in eerste instantie het persoonlijke contact aangaat. Uh, om een beetje beeld te krijgen bij hoe dat in zijn werk gaat, uh, heb ik nu weer een kort uh, filmfragment. Uh, en nou, dan kunnen jullie een beetje zien hoe die app werkt. Het uitgangspunt van De Geweldige Wijk is denken vanuit overvloed. Want er is genoeg. Het ligt alleen vaak op plekken waar het niet wordt gebruikt. Door de vraag te stellen kunnen we meer delen. Daarvoor is een app ontwikkeld: De Geweldige Wijk App. De app matcht de vraag met gevers. Belangrijk, de vraag staat centraal. Alleen mensen die op of onder de armoedegrens leven kunnen hulp vragen, maar iedereen in Meppel, buren, organisaties, bedrijven, kan hulp aanbieden. Ik denk dat die geweldige wijk heb, mij, mij kan helpen om vooral de schijnbaar kleine zaken die je kan vragen, om die uh, kenbaar te maken aan, aan een groep mensen die bereid is om te helpen. Misschien heb ik wel iets waarmee ik iemand kan helpen. Dus uh, zo vind ik dat we elkaar eigenlijk gewoon toch kunnen, ja, vooruit kunnen helpen. Ja, dat laatste wat Sharanda uh, noemt, Sharanda is ook lid van de klankbordgroep in Meppel, uh, vonden wij ook een heel mooi inzicht, hè, het belang van wederkerigheid. En dat hebben mensen die in armoede leven zich ons ook, ook heel duidelijk geleerd, van uh, hè, we, 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 we mogen dan wel arm zijn, maar we hebben ook heel veel te bieden. Dus, uh, dat, uh, dus in de app mogen alleen mensen die in armoede leven vragen, maar iedereen uh, mag hulp en ondersteuning bieden. Nou, het mag denk ik duidelijk zijn dat uh, de ambitie van het programma wat we hier ontwikkeld hebben, dat die verder reikt dan een antwoord te geven op de, op de armoedevraag uh, in, in Meppel. Uh, het programma en ook alle programmaonderdelen zijn zodanig ontwikkeld dat het schaalbaar is en dat het ook op andere plekken kan worden ingezet. En uh, nou ja, we willen dan ook heel graag kijken met welke partijen, organisaties, gemeenten zeg maar, met deze methodiek aan de slag zouden willen gaan. Belangrijk is altijd wel dat we starten met een lokaal maatwerkplan. Omdat geen enkele setting en geen enkele gemeente hetzelfde is, zullen we heel goed moeten kijken hoe de verschillende onderdelen zeg maar, goed aansluiten bij lokale werkwijze en lokale uh, processen. Hans kondigde dit in het begin al aan en daar gaat er zo meteen nog iets meer over zeggen. Maar de Alliantie Kinderarmoede, die in het leven geroepen is. Wij willen in elk Geluks PV ons daar heel graag bij aansluiten. Want de ambitie die geformuleerd is: kinderarmoede reduceren tot nul, onderschrijven wij volledig. Ik gaf net al aan dat ik het belangrijk vind dat we krachten bundelen dat we samenwerking opzoeken, want ik denk dat een vraagstuk als dit en een ambitie als dit we alleen maar kunnen oplossen als we uh, de handen ineens slaan en kijken hoe we zeg maar uh, naar veelbelovende initiatieven samen verder kunnen brengen. Want uiteindelijk willen we uh, gunnen we elk kind in Nederland een mooie toekomst. Dank je wel. Hartstikke goed. Dank je wel, Karin. Een, uh, Graag gedaan. Duidelijk verhaal. Er uh, komen ook allerlei vragen al direct uh, binnen. Maar eerst maar eventjes naar Alinda. Uh, Alinda, uh, st stel je dat, jullie, uh, of dat jij in jouw situatie in de tijd zo'n app zou hebben gehad. Uh, of de toegang daartoe. Had je hem dan gebruikt? Ik, ik denk dat ik het heel makkelijk had gevonden. Kijk, nu heeft, tegenwoordig, heeft bijna iedereen uh, wel een mobiele telefoon. Waarmee ze ook op internet kunnen. Dus ik, uh, ik denk dat het heel makkelijk zou zijn geweest. Je kan direct je vragen stellen. Je hoeft geen dagen te wachten op, op antwoord. Of eerst een afspraak te maken met iemand. Dus ik, ik denk zeker dat dat uh, een toegevoegde waarde is. Okay, ja. okay. Overigens uh, wordt er in de app wel, uh, werd wel gesproken net in het verhaal van uh, Karin... dat er een soort vertrouwensrelatie moet zijn... voordat je echt gebruik kunt gaan maken van die app. Denk je dat dat belangrijk is, die vertrouwensrelatie met zo'n persoon? Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, zonder vertrouwen kan je geen start maken. Nee, nee. nee. Overigens, er komt een vraag voor jou expliciet binnen. Uh, een vraag aan de ervaringsdeskundige. Wie of wat heeft u geholpen toen u in armoede zat? Wie of jou heeft, wie heeft jou geholpen in die periode? Heb je steun gehad aan bepaalde mensen of instanties? Ik heb, ik heb steun gehad van... Uh, van, van mensen die ook in armoede leven. net zoals ik in die tijd. Dus daar kreeg ik eigenlijk de meeste informatie van. omdat zij natuurlijk zelf ook midden in die situatie zitten. En verder van kleine organisaties. zoals stichtingen. Die, van sociale raadslieden. die mij hielpen met het invullen van formulieren. aanvragen en dergelijke. Oké. Okay, ja. ja. Mooi, want vaak zie je ook dat, he, dat dat een complex probleem is. Het is niet alleen kinderarmoede. Er is vaak ook sprake van schulden. sprake van laaggeletterdheid. Het is vaak een complex verhaal. En daarbij is het dus ontzettend belangrijk dat je de juiste mensen, uh, als het ware, tegenkomt die je kunnen helpen. Overigens is daar ook een vraag over. Uh, uh, van vandaag in het nieuws, uh, het Nibud, mensen met geldproblemen vragen nauwelijks om hulp. Heerst daar nog steeds een groot taboe op armoede? En uh, wat moet het eerst worden aangepakt? Wat denk jij, uh, Karen? Ja, ja het, ik vind het uh, eigenlijk altijd wel bijzonder, want ik geloof wel dat dat taboe er. Is en tegelijkertijd ben ik ook weer steeds heel verrast. We hebben bijvoorbeeld in Meppel nu twee keer een bijeenkomst georganiseerd. Of althans, wij. Dat is georganiseerd door de ondernemers uit Meppel. Die bijeenkomst heet Meppel Deelt, en daar was geweldige wijk ook altijd onderdeel van. En um, daar werden. Altijd men, daar worden mensen voor uitgenodigd die dus op de ar, onder of op de armoedegrens leven. Die uitnodiging gaat wel via vertrouwenspersonen, maar mensen komen massaal. Dus we hebben daar al bijeenkomsten gehad waar er ruim 200 mensen uit de doelgroep kwamen. Om, nou ja, om daar gewoon te kijken van wat er voor hun geregeld of georganiseerd was. En, uh, dus, dus daarmee denk ik van: nou volgens mij, als ze op de goede manier worden aangesproken en die vertrouwensrelatie is er en het is helder wat je daar kan halen of mm -hmm. het kan komen brengen. dat het misschien uh, nog wel meer in onze hoofden zit dan in de hoofd van de mensen zelf. Okay. Dus, uh, dus ja. Er is hier overigens wel een vraag ook van een gemeente, die zegt: van, Op welke manier kunnen we als gemeente uh, de jonge ouders met name bereiken? Hoe, hoe zouden ze dat kunnen doen? Nou, ik denk vooral uh, op, op vindplekken, hè? Dus, dus waar ouders van nature veel komen. De school is denk ik een hele goede ingang, maar misschien ook wel veel vroeger in het proces al, verloskundigen of kinderdagverblijven. Ik denk dat dat allemaal, en daar zijn we natuurlijk nu in Meppel, zouden we eigenlijk ook mee moeten gaan experimenteren van waar kom je nou deze mensen tegen, en, uh, zodat je ze op een natuurlijke manier kan informeren over nou ja, wat, wat er aan hulp en ondersteuning geboden kan worden voor hun. Dus ik zou het ja, toch al eigenlijk op ja. de vindplekken waar ze van nature al, uh, al komen. Mm -hmm. ja. um, er wordt een vraag gesteld over, en dat, die wil ik aan uh, Alinda stellen. Uh, ik zie dat het soms heel eng is om uit armoede te komen en weer mee te gaan doen. Herken je dat? Dus dat, dat je het eng vindt om uit armoede te komen en weer mee te gaan doen. En uh, hoe zou je daarmee om moeten gaan? Ja, dat is niet zo makkelijk. Um... Kijk, uh, veel mensen zeggen van nou hè, dan moet je maar gaan werken en is het al opgelost, maar dan begint het eigenlijk pas. Um, als je vanuit een uitkering uh, moet gaan werken, dan krijg je eerst eigenlijk nog een soort van, van kleine armoedeval. Omdat je dan als je boven de, de grens uitkomt uh, wat de uitkering is, dan heb je geen recht meer op kwijtscheldingen, uh, je huurtoeslag komt te vervallen, je zorgtoeslag komt te vervallen. Dus er, er vervallen een aantal regelingen waardoor je dan eigenlijk weer in je inkomen zakt. Dus het is nog niet zo makkelijk uh, om daar uh, een passende oplossing voor te vinden. Uh, behalve om, om door te zetten en uh, vooral te kijken naar wat de mogelijkheden zijn uh, voor, voor financiële hulp vanuit de gemeente en andere potjes uh, die daarvoor zijn. Maar daar moet je zelf wel heel actief mee aan de slag, ja. begrijp ik uit jouw verhaal. Ja, ja? ja de informatie die komt niet zomaar op de deurmat. Nee. Nee. Hm. Oké, okay. herken je dat, uh, Karin? Ja, nou ik denk dat uh, dat, dat uh, hè, dit kan ik alleen maar onderschrijven, maar dat is het ook, ook de eigen ervaring. Mm -hmm. En wat daar natuurlijk dan ook weer heel erg mee speelt, is wat we net aangaven. Hè. Mensen zitten nog steeds in een redelijk stressvolle situatie, mm -hmm. die neemt hun volledig in beslag. En, uh, en tegelijkertijd moet je alweer van alles. Hè. Dus je moet het overzien, je moet het organiseren, je moet snappen wat er wegvalt en wat erbij komt. En uh, met name dat is dan denk ik ook weer moeilijk te hanteren voor mensen, waardoor nou ja, er ook weer dingen mis kunnen gaan. Doordat je toch ja. Uh, ja, onvoldoende beseft ja. wat het uh, betekent. Ja. Ja. Overigens ook een vraag over de app. <coughs> ja. um, hoe kunnen we de app uh, in meer gemeenten starten? Nou, uh... Dat is een uitnodiging, toch? <laughs> ik wou net zeggen, ik ben blij uh, met, uh, met deze enthousiaste reactie natuurlijk. Uh, ik zou het heel, uh, uh, ja, we, we zijn echt op zoek naar gemeentepartijen die hier nu ook mee aan de slag zouden willen gaan. Dus ik zou zeggen, neem contact met ons op en dan kan ik dat, uh, kunnen we dat bespreken. Maar in principe is die dus ontwikkeld en kunnen we die dus op meerdere plekken gaan, uh, gaan okay. inzetten. En dat zouden we ook heel erg leuk vinden, ook voor het onderzoek. Uh, Oké. Okay. Ja. En nog een vraag over de geweldige wijkaanpak. Is de jeugdgezondheidszorg ook betrokken bij de wijkaanpak Geweldige Wijk? In, in Meppel niet. Dus we hebben in Meppel, uh, zeg maar, met name... of althans, ik zeg niet, dat is niet helemaal waar. In Meppel hebben we... De kwartiermaker komt voort zeg maar, uit welzijn mensenwerk. Uh, maar zij maakt in Meppel wel uh, zeg maar op allerlei plekken kwartier. En dat betekent dat zij met professionals, met bedrijven, met organisaties... die iets in dit veld doen, in gesprek gaat, vertelt waar de geweldige wijk over gaat... en kijkt hoe ze nou ja, hun aanbod of ondersteuning ook kunnen verbinden. Maar ik denk dat nou ja, jeugdgezondheidszorg één van dat soort vindplekken is waar, uh, waar heel goed, uh, geattendeerd, mensen heel goed geattendeerd kunnen worden op, uh, op ja, deze aandacht. Ja. Ja. Zou het zou mooi zijn ook als er andere gemeenten enthousiast zijn... dat met name de jeugdgezondheidszorg ook ja. wordt meegenomen in dit traject. Ja, dat vind ik een hele goede suggestie. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, dan eigenlijk worden er we best wel veel vragen gesteld... door kijkers die, die, die graag een bijdrage willen leveren. Hier is iemand die zegt van hoe kunnen we er beter achter komen... wanneer mensen in armoede leven om hen zo beter te kunnen helpen... Hoe kom je erachter? Mensen zijn dus ook op zoek. Hoe komen we erachter dat er uh, mm -hmm. mensen in armoede leven of dat kinderen in armoede leven? Hebben jullie daar een, een antwoord op hoe ze daarachter zouden kunnen komen? Nou ja, ik, ik, ik kijk naar wat ik zou. Wat ik merk is dat we gewoon. Um, op het moment dat we mensen kennen. Die, die, die in armoede leven. dus ervaringsdeskundigen. of die daar net weer, zeg maar. Uh, uit zijn. die hebben vaak wel in hun netwerk. ook weer mensen die. nou ja, waar ze. die ze kennen, die ook in armoede. dus eigenlijk een beetje vanuit een soort. Uh, nou ja, uh, uh, hoe zeg je dat? Je gooit een steen in de vijver ja, en het ja. verspreidt zich. omdat je op die manier. op een laagdrempelige manier. via het eigen sociale netwerk. steeds verder komt. Sorry, mijn stem valt weer. weg. En uh, dat we, dat je op die manier gewoon ook mensen leert kennen die je in de systemen niet terugvindt. Ja, ik is denk dat, dat dat een heel belangrijk. Is, is, zijn die, is, die mensen uh, vaak ook niet in beeld, Alinda? Jij werkt natuurlijk als straatwerker, uh, hebt ook met armoede te maken. Um, het kan zijn dat een bepaalde laag van de bevolking dus geen idee heeft wat uh -huh. er zich afspeelt, ook in een gemeente als, 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 als uh, Eindhoven bijvoorbeeld. Ja, mensen die, uh, die leggen niet gelijk hun ziel en zaligheid uh, bloot uh, bij anderen. Nee, nee. Dus ik denk inderdaad ook wat Karin zegt, dat je heel goed gebruik kunt maken. Hè, of kun, kunt uh, verder gaan met het netwerk wat die persoon ook heeft. Hè. Vaak hebben mensen die in armoede leven, vaak een netwerk van mensen die in armoede leven. Dus ik denk van daaruit, en als het vertrouwen er is en het woord verspreidt zich. Ik denk dat je dan uh, een uh, goede start uh, kan maken. Want mensen vertellen het niet zomaar. Nee. 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 Dus uh, aan mij was ook niet te vragen: van, van goh, ben je arm? Nee. Je stelt zo'n vraag ook niet aan iemand. Nee. 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 Is het zo dat. Uh, toevallig was ik uh, twee weken geleden op een conferentie. Uh, van Kans voor de Veenkolonië. Uh, en daar sprak de kinderombudsvrouw. en die zei: van we moeten de kinderen ook vooral een stem geven. We moeten de kinderen ook vragen. Uh, Vinden u dat ook dat we tot nog toe het vaak uh, als volwassenen bespreken. maar dat we de kinderen eigenlijk onvoldoende daarbij betrekken? Wat vind jij, uh, Aline? Ik denk uh, dat kinderen op dit moment er weinig bij worden betrokken. Okay. Ja. Dus uh, dat het ook overgeslagen wordt. Ja, niet, maar voor een groot deel wel overgeslagen wordt. En uh, ik denk dat uh, vooral de schaamte voor kinderen, dat dat heel hoog is en groot is. En uh, ik denk dat kinderen daar zeker een stem in horen te hebben. Ja. Hadden jouw kinderen daar uh, zelf over kunnen en willen vertellen in de situatie vroeger bij jou thuis? Uh, dat denk ik wel. Ja. Okay. En is ja. het zo, is het zo ooit gevraagd? Voor nee. zover je weet? Het is me nooit gevraagd. Oké, okay. ja. okay. daar is dus nog uh, winst uh, te behalen, ja. mensen. Ja, ja. ja ik, ik weet niet of ik eraan mag toevoegen... maar we, we hebben dat uh, zelf hebben ook nagedacht. We dachten ook een programma als Geweldige Wijk. Hè, want dat, dat vind ik ook nog wel een belangrijke... dat we het niet altijd negatief duiden. Hè, dus armoede, armoedeval. Uh, het zijn natuurlijk ook woorden die meteen een soort stigma geven. Terwijl hè, Daarom heet dit programma ook De Geweldige Wijk. We wilden juist iets positiefs. Dat we zeggen, hmm. we wonen met elkaar in een wijk... waar het normaal is dat we elkaar helpen... Maar we hadden ook zoiets van: zo'n programma als Geweldige Wijk zou zich ook heel goed lenen om op scholen gastlesten te verzorgen ja. uh, door ervaringsdeskundigen of door de kinderen die de ervaring hebben zelf. Om daar, daarover ook met elkaar in gesprek te gaan. Van, wat vinden we daar nou van? En vinden we het nou in onze gemeente fijn als er zo'n initiatief zou zijn? En zouden wij daar zeg maar, ook gebruik ja. van willen, ja. Ja. willen maken? Ja. Ja. Dus, uh, dus, dus ik, ik denk dat dat een hele mooie ja. toevoeging is ook. Uh, ja, om je dat ziet, te doen. Ja. Ja. Je ziet overigens sowieso dat we natuurlijk... Uh, daar is prinses Laurentien ook bij betrokken, hè, bij, de, bij de kinderraden. Uh, overal dat, dat kinderen meer een stem krijgen en ja. ook gevraagd wordt. En ze, ze hebben oh. vaak hele creatieve, uh, slimme ideeën... waar we als volwassenen misschien niet uh, direct bij stilstaan... maar wat wel belangrijk is om uh, gebruik van te maken. Ik um, ga naar een laatste vraag. Uh, en die is ook weer voor uh, Karin in dit geval. Het okay. gaat over de app. Hoeveel mensen aan de vraag- en aanbodkant, gebruiken nu de app al actief? Dus uh, hoe ziet dat er concreet uit? En wat als er geen aanbod komt? Ja, dat is ook natuurlijk wel een ja. uh, Nou ja, een dat probleem. is een, uh, een hele goede vraag. En daar kan ik uh, nog, niet, uh, nog niet de hele grote getallen noemen. We zijn nu in Meppel zover. Uh, de apps waren eigenlijk net voor de zomervakantie klaar. Maar dat is een beetje ongelukkige timing. Dus we zijn na de zomer begonnen... om uh, steeds meer bekendheid en rugbaarheid te geven aan... Uh, de app en de toepassing van de app. Dat betekent dat er in Maple uh, nog uh, aan de vragerskant. Hè, volgens mij zitten we nu tussen de 10 en de 20 mensen die, uh, die zich aangemeld hebben. En nou ja, voorzichtige stapjes, dat zien we ook. Hè. Het kost echt wel wat energie om mensen te helpen en te ondersteunen. Om uh, tot die vraagformulering te komen. En aan de achterkant uh, denk ik dat we zo rond de 50 partijen zitten die zich daaraan verbonden hebben. Dus we zitten nog heel erg aan die opstartfase om dat vraag en aanbod uh, met elkaar uh, op gang te brengen. De eerlijkheid gebiedt ook gewoon te zeggen dat dat niet eenvoudig is. En dat dat niet van de ene dag op de andere dag uh, gaat gebeuren. Maar ik geloof wel in, in de werking hiervan. En ik denk dat we dat ook de tijd moeten gunnen. En we zijn nu ook met elkaar steeds aan het onderzoeken. en met de lokale kwartiermaker en de lokale medewerkers daar. van hoe kunnen we hier een stukje versnelling in brengen. en mensen ook het vertrouwen en de ervaring geven. dat als ze de stap durven te maken voor hulp, ja. dat er ook een aanbod op komt. Dus dat ja. vergt, zeg maar nu, in dit ja. stadium nog heel veel aandacht. Ja. Uh, ja kan ik het toch niet laten, want er komt nog een vraag voor je binnen. <laughs> ja, okay. En dat is toch ook een belangrijke, volgens okay. mij. Worden scholen al actief betrokken bij uh, de wijkaanpak? Nee, de scholen nog niet. Ik zei net van onze ambitie is wel om iets van gastlessen... of uh, nou ja, in ieder geval een les op school te ontwikkelen... Uh, om zeg maar die geweldige wijkaanpak... Meer als gespreksonderwerp uh, te benutten, eigenlijk om kinderen ook met elkaar in dialoog uh, te laten gaan. En ik denk, nou, kinderen vinden techniek leuk, vinden apps leuk. En ik denk dat er hele leuke werkvormen te bedenken zijn. dat die kinderen ook een soort van spelenderwijs uh, meer kennis maken. met het feit dat er een vraag gesteld kan worden. en dat daar aanbod op uh, ontstaat. En dat het daarmee misschien ook de drempel verlaagt om ook aan te geven dat je eigenlijk uh, best iets mist. of uh, misschien ja. graag zou willen sporten, terwijl je daar eigenlijk geen, uh, ja. geen geld voor hebt. Dus uh, ja, ja. ja. oké. Okay. Dankjewel. Um, je hebt het net al even gezegd, eh, Karin. Uh, we zijn uh, na de expertmeeting van 24 mei, jongensleden um, we met verschillende partijen gaan nadenken van hoe zouden we nou uh, die uh, kinderarmoede tot nul kunnen reduceren. En dat is nu geen makkelijke opgave. En het is ook een kwestie van een lange adem, wat Karin terecht aangeeft. Maar de wil en de wens is er wel. En ook aan het eind van die expertmeeting was er nadrukkelijk dat partijen zeiden van ja, als gezondheidszorg kunnen we dat niet alleen. We kunnen dat ook niet alleen vanuit het onderwijs. We kunnen dat als lokale overheid niet alleen of het bedrijfsleven. Eigenlijk zouden we dat met elkaar, door de domeinen heen, gezamenlijk moeten oppakken. En na die expertmeeting um, zijn we vanuit Alles voor Gezondheid in gesprek geraakt met een aantal uh, partners die uh, belangstelling hebben ook om deze alliantie te trekken, de Alliantie Kinderarmoede en Gezondheid. En dat zijn uh, Missing Chapter Foundation, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. En met hen hebben we nagedacht over van, nou, wat zou nou een vervolgstap kunnen zijn. Mag ik van jou de pointer nog even? Yes? Dan ga ik naar de volgende. Ja, daar ziet u, als het goed is, de pledgetekst. Dat is een belofte. Daar werken we vanuit Alles en Gezondheid altijd mee. Met een belofte die je. Aflegt, waar je ook publiekelijk laat zien dat je daar je sterk voor wil maken. We hebben als uh, organiserende partij, dus Missing Chapter Foundation, uh, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en Alles in Gezondheid, deze pletstekst opgesteld. Ik heb overigens wel kort gesloten. Ook met partijen als de VNG, maar ook met de verschillende ministeries. En de vragen hen voorgelegd: van wat vinden jullie van deze tekst? Er zijn een paar. Hele specifieke doelstellingen en ambities. En de gedachte is: als we nou maar massa maken met heel veel verschillende partijen en we gaan echt op nul zitten, dat is onze koers, dat we het dan ook kunnen fixen met elkaar. En op 26 maart volgend jaar 2019 euh, zal de lancering plaatsvinden van de Alliantie Kinderarmoede en Gezondheid in aanwezigheid van Prinses Laurentien. En we willen partijen oproepen om dit massaal te gaan ondertekenen. Dus als u als organisatie zegt wij willen ook. Euh, kinderarmoede terugbrengen naar nul, dan raden we u aan om straks ook op de website te kijken hoe u zich aan kunt melden voor deze alliantie. Inmiddels hebben de eerste 25 partijen, daar zitten grote partners bij en wat kleinere, zich aangemeld voor deze alliantie. En daar zijn we super blij mee. Um, goed, we gaan richting het einde van um, deze bijeenkomst. Um, maar uh, daarvoor wil ik u toch nog een paar dingen vertellen. Want uh, het is misschien toch handig. Om dat ook mee te nemen. Uh, er is namelijk op de uh, landingspagina die straks ook in beeld is. Uh, krijgt u gelegenheid om uh, ook kennis te nemen van datgene waar uh, Alinda mee bezig is en Karin Kuipers, de geweldige er is informatie te vinden. Um, er zal ook informatie zijn over de lancering van de alliantie op 26 maart, wat ik u net vertelde. En er is een kijkersenquête. En Heel eerlijk, dit is voor ons de eerste keer dat we meewerken aan zo'n uh, webinar. En wij zouden best wel wat feedback van u kunnen gebruiken. Dus als u zegt van nou, ik heb nog wat goede tips of suggesties of ideeën voor een volgende webinar, want uh, we willen er graag mee doorgaan, dan houden we ons aanbevolen. Dus maak even tijd en gelegenheid om ook die enquête in te vullen. Dan wil ik Karin hartelijk bedanken. Fijn dat je dat hele verhaal hebt verteld. En tegelijkertijd wensen we je heel veel succes, want het is een lange adem. Maar tegelijkertijd, als het straks iets gaat opleveren, dan kunnen we daar echt met elkaar ook gebruik van maken. Het zou mooi zijn als we het op kunnen schalen, ook dat, uh, dat initiatief. Alinda, dank je wel. Want het is niet niks, realiseer ik me altijd, om je verhaal te vertellen. Om elke keer ook weer dingen terug te halen. Waar ook die pijnpunten liggen hè, van vroeger, van thuis. Uh, maar je hebt het gewoon open en eerlijk gedaan. En we hebben net gezien: van, het is toch absoluut noodzakelijk dat we dat taboe weten te doorbreken. En het feit dat jij hier vanmiddag dat taboe doorbreekt en er gewoon open over praat, dat helpt ons. En uh, ik denk dat de kijkers het met me eens zijn, dat we heel blij zijn dat jij hier vanmiddag was. Uh, tot slot wil ik u als kijker enorm bedanken. Fijn dat u uh, uh, zich had aangemeld en mee hebt gekeken. U kunt het ook nog weer terugkijken. En um, nou, we hopen dat u zich met ons gaat inspannen. Om kinderarmoede terug te brengen naar nul. Ik wens u daarbij veel succes, nog een fijne middag en tot ziens.